Dag Rietje, vrienden. Hoe gaat het? Ja, heel goed hoor. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Agneetje opgestuurd? Laat me even gaan kijken. Oh, oh. Er rolt wel een glas weg. Er staat op het blonde gevaar. Wat is dit? Ik zie drank. Ik zie vlees. Ik zie geen probleem. Achterhoekse dreugworst, oftewel droge worst uit de Achterhoek, rookworst grof. Nou, dat is gewoon een grove rookworst. Dit is het blonde gevaar. Gerstenot, het blonde gevaar. Dat klinkt als bier. Oh. Dit wordt mooi, bier en worst. Hoppropopsie. Zo, er zit een beetje te veel schuim op. De twee vingertjes zijn verdubbeld. Maar dat kwam omdat ik met een boeltgang heb ingeschonken. Ja, dat is niet zo handig. Maar goed, we gaan gewoon verder. De droge worst, de rookworst, een biertje. Oh, de rookworst moet natuurlijk even opgewarmd worden. Die gooi ik even in het pannetje. Ik sta er vast. De droge worst in stukjes, terwijl de rookworst ligt op te warmen. Oh, jezus, wat ziet het eruit. Maar ja. Even een stukje worst proberen. Ik weet nou niet of ik het velletje eraf moet halen of niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms bij worst wel doe. En dan vragen mensen zich af wat ik aan het doen ben. En soms doe ik het niet en slaat het ook nergens op. Nou, we gaan het wel eerst even zonder proberen. Godverdomme, niet droog. Je kan het prima met vel eten. Niks aan de hand. De Achterhoekse dreugenworst is gewoon een prima worstie. Maar lang moet kouwen. Smaakt gewoon goed. Die dreugenworst is natuurlijk nog veel lekker. Als je hem een beetje nat maakt. Met een gerstennatje. Is gewoon een prima biertje hoor. Het blonde gevaar. Het is net even wat meer dan een gewone pilsner. Er zit net even iets meer smaak in. Ze denken ook net even iets meer alcohol in. Eens even kijken. 7%. En is heel erg zuiver, zie ik. Want er zit alleen maar water, mout, hop, gist en suiker in. Dus eigenlijk is het nog een heel erg zuiver biertje ook. Biologisch misschien wel. Oh, leuk. Niet dat het mijn ene moer uitmaakt of het biologisch is, ja of nee. Is gewoon echt lekker bier, hè? Is gewoon prima om te drinken. Zoals jullie weten ben ik eigenlijk nooit tegen van die speciale biertjes. Dat vind ik allemaal een beetje truttig. Maar dit biertje is gewoon een iets zwaardere pils. En hij ziet ook iets donkerder, zoals je ziet. Maar het is niet dat je denkt van, god, wat veel smaak hebben ze erbij geflikkerd. Het is verschrikkelijk, het is bijna geen bier meer. Het is gewoon echt een bier. Alleen ja, met even wat meer bite. Even de rookworst halen. Zo, de rookworst die komt uit het pannetje. Lekker warm. Het is Drentse grove rookworst. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet wat het is, grove rookworst. Ja, ik ken natuurlijk wel rookworst. Maar niet grove rookworst. Zo maar kraken zeg. IJzer. Kijk. Een lekker biertje. En grove rookworst. Ik snap nog steeds niet waarom die grof heet, want er zit van binnen eruit. Dat is een gewone rookworst. Dat is een prima rookworst hoor. De enige reden waarom ik denk dat je dit grove rookworst noemt, is omdat hij best wel hard is om in te bijten. Dus dat velletje is niet heel zacht. Je moet even kkk, en dan hoor je kkk, en dan zit je erin. Voor de rest een prima smaakvolle rookworst. Ik moet eerlijk zeggen dat dit is toch best wel reclame voor de Achterhoek hoor. Hey. Die droge worst is goed.
Maar wel een beetje droog. Die rookworst is lekker. Bier is top. Als jullie dit ook willen proeven, staat hier een website op het bier. www.gerstennatbier.nl. En dan kan je dus altijd lekkers uit de Achterhoek bestellen. Hoe lekker is dat? Zo, tijd voor de cijfertjes. Want ja, ook die moeten natuurlijk gegeven worden. De droge worst is waarschijnlijk in de Achterhoek een soort van traditie. Een culinair feit. Dat vinden mensen mooi. Mensen zijn er trots op de droge worst. Dus ik wil er ook niet te veel over zeggen. Maar mij is hij net even te droog. Liever gezegd, het is net even te hard bijten en te hard kauwen. Maar voor de rest van prima kwaliteit, hoor, daar niet van. Maar om de Achterhoekers niet helemaal tegen me in het harnas te jagen, krijgt die droge worst, krijgt van mij gewoon een 7. Toch aardig. De grove rookworst daarentegen is fantastisch. En niet alleen zo, bij een biertje. Maar deze kan ook zo de zuurkoolschotel in, zonder problemen. Prima worst. De grove rookworst, zeg naast. Lekker man. En het gerstennat, het blonde gevoel, krijgt mij ook een 8. Want dat is namelijk een verdomd lekkere bier in een grote fles. Dus dan is hij ook niet 1, 2, 3 op. Hoe lekker is dat? Nou, proost op de Achterhoek en het blonde gevoel. Lekker man.